Wizzy, heb je wel eens gesmokt? Nee, man. Nooit? Is een goede kerel, hij heeft dat nooit gedaan. Kijk. Dat is wel lekker, man. Ja, ik wil het wel nog doen. Volgende keer dat ik de optie heb. Ja, toch. Kom een keer naar Jeff. We roken één dikke. Uit. Jeff ook, maar hij gaat spacecake eten, want hij wil geen roken in zijn longen. Dus lach je uit, want hij is even geen shit. Ja, blijf maar wachten, Jay. Huh? Wist hij lachen, ja, hij zei van ja, blijf maar wachten, Jay. Ga niet gebeuren, Linge. Heen go happen. Wist hij gewoon die sarcastische lach, Linge. Je mag, ja. Ja. Maar ga niet drogen zo. Als je vanzelf ziet, zeg maar, Wizzy met een zieke jointje in zijn bek, dan kan dat kloppen, maar ik denk niet dat hij dat gaat doen. Oh, dat wil ik best doen, hoor. Ha? Dat wil ik best doen. Ha? Ah. Dikke amnesia? Tuurlijk. Dikke sneeuwwitje. OG Koesje is goeie, man. Maar je moet rustig met die man beginnen. Je kan niet gelijk zeg maar, met zo'n zware shit beginnen. Ja, ik weet. Ik moet echt met hem beginnen met Bubble. Ja, man. Bubble of White Widow. White Widow of iets, ja, rustig, ja. Of een sneeuwwitje, ja. Dan ook. Begin gelijk met een harde Bubble. Bubble is wel het beste, Bubble. Goede smaak en het is gewoon heel relaxed. Die man nagerijden, rondrennen en shit. Als ik OG Koes met hem ga smoken, hoor, dan denk ik dat is de laatste keer voor je. Hij gaat nooit meer willen, man. Die man gaan we naag wegrennen op straat en zitten, hè, bro. Nee. Nee, zulke gekke dingen doe je niet met wiet, man. Met wiet ben je zo relaxed. Bro, als jij serieus kijkt... Op even of iedereen zijn maar andere impact en niet op iedereen dezelfde impact. Ja, oké, maar meeste mensen, bro... Meeste mensen, als jij smoke voor het eerst, eten is 10 keer zo lekkerder. Je kan gewoon vertellen wat er in die saus is gezet, bijvoorbeeld. Als jij chocola eet, je weet precies wat er in die chocola is gezet. Eten is... Ja, maar eten is echt lekker. Je blijft gewoon eten, je blijft focussen op het smaak. Als je een filmpje kijkt, bro, je bent zo diep in die filmpje. Daarom is, als ik smoke, ga ik serie kijken, want ik ben er zo diep in. Dat is niet normaal, man. Maar wat wel een nadeel is gamen. Gamen wordt je slechter, man. Je reactievermogen is fucking traag. Echt traag, man. Je zit helemaal te spacen. En wat nog een nadeel is je kan een bad trip krijgen, man. Dat bedoel ik, want die straks gaat er ook eens, maar kijk, je een bad trip. Oh. Maar dat is alleen als je echt veel smoke, weet je. Dan kan je ineens echt spacen. Echt spacen. Maar ik heb 1 keer bad trip gehad. Maar kijk, ik heb maar 1 keer gehad. Ik smoke sinds 16e. Ja, 1 keer bad trip gehad. Die bad trip was, in de nacht had ik achter elkaar gesmokt. Dus ik wou mijn 5e opsteken. Maar andere mat die wou niet meer. Hij zegt, fuck die shit. Hij zegt, ik ga bijna een keer ook. Maar mijn andere mat die zegt, kom, ga door. Dus ik ben ook doorgegaan. Maar in stand, ik had het niet moeten doen, man. Ik kreeg 1 gekke bad trip. Alles werd donker. Alles werd zwart voor mijn ogen. Dus ik schud met mijn hoofd heen en weer van, what the fuck? Dus ik zie weer alles helder een beetje. Dan loop ik zo, wordt weer alles zwart van mijn ogen. Dus eigenlijk ging ik bijna knock the fuck out. Nou, oh, shit. Ja, man. Ben ik leven of ben ik dood? What the fuck, hè? Gewoon alles zwart, hè? Ja, dat dacht ik wel. Maar daarna, wat ik nodig had, was gewoon suiker. Die mattie had me ossel gebracht.
gebracht. Ik ging chocola eten, bro. Ik voelde me gelijk helemaal fit weer, man. Je moet gewoon goed lekker. Je hebt suiker nodig, hoor, man. Drinken en suiker. Maar het is echt relaxed, man. Ja, toch. Je moet het relaxed smoken. Vroeger deed ik het als een... Maar Jay, maar ik dacht dat je bent gestopt met roken. Ik ben gestopt. Hoezo krijg jij dan met het visie roken dan? Ik ben niet, kijk. Mensen ben je niet wat? Nee, kijk. Je bent niet wat? Ik ben niet voor altijd gestopt. Het is gewoon... Je ik voor altijd stop... gestopt. Oh, oké. Nee, kijk, sigaretten ben ik voor. Nee. Is goed zo, Jay. Maar wiet niet. Wiet is gewoon, als ik een keer wil, dan doe ik het en daarna stop ik. Ja, ja. Ja, ja. Het moet niet dagelijks zijn. Ik moet wel kunnen stoppen. Zo doe ik het. Nu heb ik anderhalve week al niet gesmokt. En misschien ga ik pas weer, oud en nieuw ga ik weer eentje smoken. Jij, wist jij dat alleen maar junkies zeggen van kijk, ja, nu niet, ik ga stoppen. Bro, maar ze gaan niet, eigenlijk niet stoppen. Je bent geen junkie, ik ben geen junkie, kijk, je bent geen junkie als je wierie smokt. Je bent junkie als je... Wierie is gewoon goeie. Ja, wie is goeie? Ja. Oké. Okay. Wanneer gaan wij smoken dan? Ja, ik smok niet, man. Je hebt gesmokt, toch? Ja, vroeger wel, hè. Maar ja, vroeger. Maar je bent gewoon voorgoed verstopt. Ja, dan doe je. Dan zei ik om een gekke bitch voor me staan met een dikke asser. En die zegt van, schat, blaze this shit, oké. Okay. En maak me kapot. Ja, toch? Je gaat niet kapot maken, je bent koud of stoot. Je blijft surf naar kijken gewoon. En die liedje, Ride of Nani. Nani. Hoe ben je op dat moment? Ja, hey. Ja, dat ook wist je, man. Wist je, als je hebt gesmoked en je gaat wiepen. Wauw, dat is echt lekker, man. Ik ga niet liegen, man. Hoe je eten kan, zeg maar, hoe je ingrediënten kan raden wat erin zit. Met wiepen, je voelt gewoon elke motion. Oh, yo. Oh, shit. Ja, man. De eerste keer toen ik dat deed, ik dacht, wat is dit? Oh, shit. Dat is echt nice, man. Ja, man. Ja. Dus jij wil ook wiepen dan? Huh? Nee, laat maar. Jawel, homo dingen zeg je. Slappe joke. Ik kom niet wiepen, ja. Ja, jeez. Nee, gek. Drop! Ik wist niet dat er zo'n job diggers was, man. Yep. Hij negeert me gewoon. Ik word in zijn toetsenbord. Hij negeert me gewoon. Ah, ik ga nu wel slapen, dan boys. Ik check jullie Tamara. Yo, later. The fuck? Game in the spirit wheel. Shit, deze verlies ik wel. Kut, sorry.
Even berserk het team.
home. Repeat that mistake. My fists are my weapon. Dat ook. Nee, dat is twee enemies. Oh, die Cloudburst. Officer, I'm Savannah from NBC News. I've got the details. Plus, people on Twitter are totally roasting this commercial.
a group of teens punched and choked an off-duty officer until he was unconscious. While he was trying to help a woman, the teens were attacking first. Cops near San Francisco say it all started when the officer saw the teens assaulting her after she confronted them about a stolen phone. So the off-duty officer, wearing the blue jean jacket, stepped in to help her. The teens then attacked the guy, punching and choking him until he was knocked out. The officer regained consciousness and pepper sprayed one of the guys, still attacking him, before city police got to the scene. Authorities say they arrested a 14 and 16-year-old, but say they're still working on identifying more suspects. The founders of Google announced that they're stepping down from the parent company Alphabet. This guy is now going to be the CEO of both Google and Alphabet. Greta Thunberg finally made it to Lisbon Tuesday after sailing across the Atlantic for 3 weeks. She came to attend the climate summit in Madrid. Senator Kamala Harris is ending her bid for president in 2020. In an email to supporters, she said her campaign doesn't have the financial resources to keep going. And the president of Russia recently signed a bill requiring all smartphones, computers, and smart TVs sold in the country to come with pre-installed Russian software. How secure is TikTok really? The company is already dealing with a national security investigation by the U.S. government about storing data and possibly censoring political content. And now, the company is being sued by a student in California who says TikTok transferred private user data to servers in China. The lawsuit says that information can be used to track, quote, the location and activities of users in the United States, now and in the future. The student suing the company also says she downloaded the app but never created an account. Then, we reached out to TikTok about this, but they said before that they store all user data in the U.S. with backups in Singapore. It's time for all the holiday commercials, and you might have seen this one for us. Another one to you. Holy dear, that could damage one. I do not teach. I drie meer. Oké, okay, deze verlies ik ook. Soldier with a pucker. Deze moeten voor. Hello. Deze man heeft twee. Hoe een houtje, what the fuck, joh. Bye.
more bitches. Even kijken, 3 predators, 2 blazer, 2 shadows, 2 summoners, 2 inferno, 2 poison, 2 steel, 2 offensive, number 7. Zie je, deze man heeft die Olaf, deze van die signaal. Kut! What a big knock-up! Je bent een baas! Dat is ik wel. Oh nee, 1 punt toch? 1 punt? Niet veel, yes. Oh man, you fucking need. Hey, got a plaque, niet verkeerd. Die kan ik ook sowieso gebruiken, als je niet verkeerd. Bye bye thing, bam, headshot. Wat daar, hier heb ik gewoon 3 life eruit gegeven. Want Jeff wordt gewoon gecarried weer. You didn't need the better, what the fuck?
Kijk waar de shield de verkeerde richting is. What the fuck? En we zijn op de mountain drake en op de elder drake, oké. Okay. Wat een bait, hoe dear. Brom Holland, shit. Die play hebben jullie gewoon win gegeven, man, shit. Om 2000 IQ, shit. GG. Lol, ja. Ja, vergeet die Yumi. Play van Brom daar, shit, was gevaarlijk, man. Dat is echt mooi, man. Iedereen klaar. Jeff die denkt dat hij Superman is. Tower doet geen damage op hem. Brom get 5 honor. Oh shit. Maar die Caitlyn is goed. Heel vroeg carried. Ja. Zwaar gecarried. Ja, man. Caitlyn en Brom, zwaar de game gecarried. De honor voor Brom met de match winnende play. Omdat zij hebben Mountain Drake en als Mountain Drake was, daar is het makkelijk zeg maar de Drake kunnen pakken en de game gewonnen. Caitlyn en Brown heeft het, zeg maar de winnende play zeg maar, gedaan hebt, waardoor jullie hebben gewonnen. Brown zijn ulti daar in die zeg maar in die jungle daar waar iedereen knock op was, dat heeft zeg maar Jax gestopt. De enige echte carry die ze hadden, zeg maar, was die Jax, zeg maar, die konden stoppen net. Die game kon nog verneuken, zeg maar, voor jullie. Was klaar om Caitlyn te springen net, dus hij heeft het fucking goed gedaan. Ja, maar dat is het probleem, je moet niet kijken, zeg maar, naar Jax 2-10, zeg maar, scoren. Ook al heeft hij, zeg maar, 2-10, hij heeft alleen maar, die, zeg maar, jullie main carry, zeg maar, de shutdown is klaar. Bon Champ, zeg maar, die late game, zeg maar, ding is, hoef alleen maar 3 items te hebben. Veen, dan is het klaar. Caitlyn killed, afgelopen. Maar hoezo honor je Caitlyn of Brom niet? Ze hebben jou zwak gecarried. Je hebt jongen, ik kan je horen triepen op je mic. Ga gewoon praten, man. Je was niet useless, maar in de zin van oké. Hun hebben meer impact op de game als jou. Hoe mute ik jouw messages? Dat kan niet. Hey man, niets in de zin van dat jij niks hebt gedaan in de game, maar het is kwestie van oké, die plays die ze hebben gemaakt,
is die oorzaak, zeg maar, waardoor jullie, zeg maar, de game nu hebben gewonnen. Was de game, was, zeg maar, als Caitlyn en Brom dood was, was de game, zeg maar, 50-50. Ook als staat Jax 2-10 en Vayne 2 of 5, nog wat, komen ze terug. Het is late game. Een team komt, zeg maar, op late game is beter dan die van jullie. Hij hoeft alleen maar 3 items te hebben, zeg maar. En dan straks QQE, dus dan zijn jullie dood, hoor. Hetzelfde verhaal met Vayne. Jax hoeft alleen maar jullie 1 goede stunt, zeg maar, op jullie, zeg maar, gewoon een 5-man stunt. Is klaar, afgelopen. Vayne daarin, tjoe. Hele team is dood. Zijn squishy. Daarom zeg ik van, oké, het is niet van, je was useless of zo, maar... Zij hebben echt de winnende, zeg maar, place gemaakt. My hands. Je ziet ook al op die damage, zeg maar, die ze hebben gedaan. Caitlyn's damage was 2 keer die van jou.